In en om het paviljoen van het Natuurhuis worden druk voorbereidingen getroffen voor het oogstfeest deze zondag. We hebben dit weekend hier het Oogstfestival. Oogstfestival versie 2021. 2 jaar geleden hadden we de eerste versie. En nu een uitgebreide versie met een streekmarkt. En de weersvoorspelling is mooi, dus wij verheugen ons op aanstaande zondag 10 oktober van 's middags 1 tot 5 uur. Maar wat mogen de mensen allemaal beleven dan? Ja, er is heel veel te beleven, zal ik je vertellen. Om te beginnen hebben we een geweldige muzikale omlijsting. Midden op het grasveld hier komt een podium. En is een keur van artiesten voor jong en oud. Er is zelfs een heuse echte huusband ontstaan uit vrijwilligers van ons eigen Natuurhuis die al wekenlang het oefenen zijn, dus daar verheugen we ons op. Henk Lammers, Paco Plumtrek, heel Almelo weekend of niet zou ik zeggen, gaat optreden. En hij neemt jonge talenten mee. Marley van Gaal en Damien gaan ook optreden, dus dat wordt een dolle boel. Daarnaast gaan we hier, wat hier voor ons is, op de Bleek, daar gaat de Oogstgroep Almelo, die neemt een eigen dorsvloer mee. Ze gaan een optreden verzorgen en er wordt uitleg gegeven over historisch. Ze zullen in historische kledij zijn. Is er nog wat lekkers te eten? Oh, lekkers. Nou. Maak me hart een plaatsje vrij in je maag. Er komt heel veel lekkers. Om te beginnen natuurlijk ons eigen paviljoen. Jorien Willemsen, onze uitbazer, is de hele week al bezig met inkopen en lekkere dingen. Ze gaat broodjes warme beenham maken, koffie to go, dus dat je het lekkere koffie van het terras kunt meenemen het park in. In het park zelf hebben wij maar liefst 21 kramen, de streekmarkt. Daar zullen dicht bij het terras, dat het maar lekker is als je iets lekkers bij de koffie wil, daar zullen de vondelkoeken, speciaal recept Almelo zal daar zijn. Onze eigen vrijwilligers van de Stichting Natuurhuis Almelo zullen daar lekkere pannenkoeken bakken. Hoe leuk is dat bij de koffie als je een echt lekkere trek hebt. Er wordt courgettesoep gemaakt, er wordt pompoensoep gemaakt. En er zijn wel 19 kramen voor de streekmarkt. Onze eigen verenigingen hebben allemaal een eigen kraam, zowel het Immerschoer als de KNNV als het Nivon. IVN, Astrona, Groei en Bloei, allemaal hebben ze een kraam met producten daarin. Bijna te veel om op te noemen, hè? Ja. Ja, de mensen moeten echt van 1 tot 5 komen, hè? Zeker, maar wat speciaal ook nog leuk is om te vertellen is dat er voor kinderen speciale activiteiten zijn. De Scharrelkids hebben een eigen kraam met leuke natuuropdrachtjes voor kinderen om te doen. En er is een boerderij-educatiegroep en zij hebben speciaal leuke spellen en opdrachten om kinderen wat wegwijs te maken in hoe ging het vroeger toe op de boerderij, hoe gaat het nu toe op de boerderij. Er zijn helaas nog steeds kinderen die denken dat de melk uit de melkfabriek komt en ze zullen voor alles gaan zien en ervaren hoe het boerenleven is. Nou, je snapt wel, als boerendochter gaat mijn hart daar sowieso al een tijdje harder van lopen, dat alle kinderen dat zullen doorkrijgen hoe het gaat op de boerderij. We zijn er met z'n allen van overtuigd dat het een topdag gaat worden en hoe leuk kan het zijn, kom zondag naar het Doepark De Hagen, naar ons eigen Oogstfestival. Tot zondag allemaal.